Dames en heren, we gaan ons laatste stuk spelen van deze, van dit concert. Het is me niet helemaal duidelijk wie dit daar geschreven heeft. Heb jij dit geschreven, deze introductie, Martje? Nee, Misha. Misha heeft het geschreven. Het is wel een mooi verhaal. Want, ik heb het pas weer opgezocht op internet of het nog te vinden is. Er was een tijd dat de zangeres, Nederlandse zangeres Shirley Zweres, op Decca een singeltje heeft uitgebracht met de titel Anatol. En dat stuk is geschreven door Misha Mengelberg in de hoop dat hij daar een geweldige kaskraker mee zou hebben. Maar dat is er helaas niet van gekomen. En hij heeft daar datzelfde stukje, dat heeft hij volgens mij dan ook eens door het blazersensemble of door een ander orkest laten spelen. En dan heeft hij er een introductie bij geschreven en die gaan wij nu voor u spelen. Dus het liedje zelf is volgens mij door die zangeres gewoon van internet afgehaald. Je kan het niet meer vinden. Het stond er eerst wel op. Oh, ja, echt waar. Ik vind het heel raar. Nee, we spelen niet Anatol. We spelen alleen de introductie. En dan spelen we het laatste stuk. Dat is van Tristan Honsinger. En dat heet Restless in Pieces. Dat is ook de titel van een ICP-CD. En wij spelen dat stuk, twee stukken niet, voordat wij u allen heel hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid. En dat we een ontzettend plezierige tijd beleven. Dank Gretje en Ben voor jullie gastvrijheid, dat we hier mogen komen. En we wensen u voor vanavond nog een hele prettige nazit. Thank you.
your ball. Yeah, I'm you. Yeah, I'm you.